Het maar steeds weer roepen dat de directie van de kunsthal op moet stappen, noemt Wim Antonissen veel te kort door de bocht. Er zal alles aan gedaan zijn om de boel zo goed mogelijk te beveiligen, maar als er bijvoorbeeld te weinig geld is om alles up-to-date te houden, of het hele systeem gewoon ongeschikt is, houdt het voor iedereen op. Maar als ik alles uit de media hoor en verneem en lees en daar chocola van maak, om het zomaar eens op zo'n Rotterdamse te zeggen, dan denk ik dat gewoon de totale beveiliging niet goed is ingericht. Dus dit is een systeem wat voor dit gebouw niet deugt? Dat zou je zo onder woorden kunnen brengen, ja. Verbazing ook bij deze beveiligingsexpert dat door gerommel aan deuren vanaf de buitenkant de vergrendeling eraf gaat. Dat mag en kan niet meer gebeuren. De hele beveiliging moet op de schop en de kunsthal zal opnieuw ingericht moeten worden, zodat dieven nooit meer in enkele minuten voor miljoenen aan kunst mee kunnen nemen. Stel je dan voor dat je een gebouw hebt met ringen. Het begint met een binnencirkel en vervolgens een cirkel daarbuiten en een cirkel daarbuiten. En dan op een gegeven moment heb je de buitenmuur. Nou, dan kom je, al die cirkels zijn afgesloten gedeelten. Waardoor je bereikt hebt dat er al 6 keer alarm gegenereerd is. Waardoor er al vele malen eerder beveiligingsdiensten of politie of wat ook ter plaatse is. Voordat die inbreker überhaupt zo'n schilderij onder zijn arm heeft en mee naar buiten neemt. De brandweer laat vandaag weten dat het nooit de bedoeling is geweest dat als er inbrekers naar binnen willen de vergrendeling van de deuren afgaat. Maar zegt het rechercheonderzoek af te wachten voordat zij wil reageren. En ook de kunsthal reageert niet.